Voor de bewoners van de Sint-Ludwinastraat zijn stankoverlast en hoofdpijnklachten niet ongewoon. De brandweer vond chemicaliën in het riool. De bewoners van de Sint-Ludwinastraat die niet voor de camera wilden reageren, laten weten dat ze maandagmiddag een gas- en terpentinelucht roken in hun woning, die uit het toilet bleek te komen. Een van de bewoners vertrouwde de gaslucht niet en belde daarom de brandweer die volgens de bewoner daarna snel ter plaatse was. Aan deze kant van de straat was de stank dus enorm, waar aan deze kant van de straat de stank volgens bewoners veel minder was. Zo ook bij het wijkondersteunend team. Nou, we hebben het zelf niet geroken, maar we zagen wel allemaal brandweerauto's en een aantal politieauto's hier lopen. De mensen daar moesten naar buiten komen, als ik het goed heb. En er werden wat putten opengehaald. Ja, hoe lang heeft het ongeveer geduurd? Nou, best wel lang. Ik denk dat ze wel in totaal 2,5 uur, 3,5 uur bezig waren. Deze put heeft de brandweer opengemaakt en het riool doorgespoeld. De brandweer heeft het werk goed gedaan en de bewoners zeggen dat ze de klachten niet meer ondervinden.